dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Zo. Voelt een beetje als Donald Trump die terugging naar de scene of the crime. Dus dan, hij was in Butler, Pennsylvania geweest. Daar was hij beschoten. En toen zei hij 3 maanden later, ik kom terug naar de scene of the crime. We're going to do a big rally. Er was dus ook Elon Musk die op en neer sprong. Dat was die rally, hè, in het weekend. Dus een beetje 10 dagen geleden, zeg ik even uit mijn hoofd, 2 weken geleden. Dat was de laatste zaterdag dat ik nog in Amerika was. En daar was ik bij. Nou, fantastische opkomst voor die man. In een heel klein plaatje van niks. Niet te vergelijken met Castricum. Maar, nee, maar dat is dan buiten Pittsburgh, in het westen van Pennsylvania. En daar moet hij winnen, in de buitensteden, in de voorsteden, in het platteland. Als hij wil winnen in Pennsylvania. En als hij het presidentschap wil winnen, moet hij Pennsylvania winnen. Dus het zit allemaal heel... Hè, hij stofzuigt alles op rondom de grote steden. Pittsburgh, Erie, Pennsylvania en natuurlijk Philadelphia. En zij doet de grote steden. Zij doet gewoon maar 3 dingen. En hij moet al het andere moet hij opzuigen. Al die kleine stadjes, al die witte mannen, al die beetje witte vrouwen, paar Latino, maar vooral witte mannen die een beetje bozig zijn. Die moet hij allemaal hebben. Hoe gaat het met de verkiezing? Want zij is Kamala, bedoel je, denk ik? Zeg het goed, Kamala? Je mag alle. Trump zegt Kamala. Dat klinkt Afrikaanser, denkt hij dan. Dus nou ja, goed. Je mag alles zeggen wat je. Ik bedoel. Ja, ik zeg Kamala. Kamala Harris. Maar je kan ook zeggen Kamala. Maar dat, we zeiden ook nooit Barack. We zeiden Barack. Barack Obama. En dan Nederlanders zeiden dan, oh, het is Barack Obama. Ja, dat bestond niet echt. Maar goed, ook daar zegt Trump Barack Hussein Obama. Die zegt dat ook nog steeds. Dat doet hij ook nog steeds. Dus ja, dat is zijn middelste naam. Nee, dat is natuurlijk heel flauw allemaal. De vraag die ik ook bedacht van, ja, wie gaat er eigenlijk winnen? Dat had mijn zoon dan als vraag bedacht. Maar dat is een hele goede vraag. Het is wel een goede vraag, maar die kon jij niet zeer goed beantwoorden. Nee, ik heb een heel slecht antwoord. Ik weet het niet. Wat ik had onderschat, en wat wel een beetje in het boek zit, is dat Amerikanen heel goed zijn in rücksichtloos de bladzijde omslaan. Dat had ik onderschat. Dus op het moment toen ik hier voor het laatst was, the scene of the crime, was er natuurlijk gewoon nog Joe Biden in al zijn old glory. En toen kregen we dat hele gedoe van het debat tussen Biden en Trump. En toen vervolgens de paniekerige zoektocht naar de vervanging. Toen kwamen ze meteen al uit bij de vrouw die zo'n beetje haar hele leven al, of althans de afgelopen 3,5 jaar, achter hem stond. Kamala Harris bleek er opeens te zijn. Als in een slechte film, she was always right there. Nou goed, en toen werd zij dus zo'n beetje naar voren geschoven. Geen debat over, geen voorverkiezing, allemaal heel snel. En Amerikanen, en dat had ik onderschat, zijn dan de volgende dag, zij gaat op maandag, wordt zij het, op dinsdag zeggen Amerikanen, Joe Biden, who's that? Weet je wel zo. Het is gewoon echt, ze zijn gewoon, bladzijde is om, het nieuwe komt in plaats van het oude. Niet zoals bij jullie, naast het oude, maar het komt in plaats van het oude. En daar zijn Amerikanen heel goed in. En dat had ik onderschat. Ik had gedacht, ah, dan gaan ze toch een beetje een soort van zeuren de hele tijd, van dan willen ze toch misschien weer Biden terug. Nee. Het is gewoon bladzijde omgeslagen. En dat komt natuurlijk allemaal, bij links althans, omdat het gaat om Donald Trump. Het gaat al 8 jaar over Donald Trump. Die man moet worden verslagen. Dat is hun heilige doel. Dat is de missie. Dat is de kruisvaart. Dat moet lukken. Dat is het Jeruzalem, zou ik maar zeggen, van deze hele missie. Dat moet gebeuren. En als dat moet, als dat kan met Kamala, dan doen we toch Kamala. Zij werd dus ook het vehikel genoemd. We got a new racehorse. It's called Kamala. We don't care as long as she wins. Weet je wel zo. Het is gewoon, het maakt er geen bal uit als we maar winnen. Hoe is het mogelijk dat Amerikanen zulk dom volk zijn dat ze dan toch, ja, ik zeg het gewoon, jij wil het zeggen. Nee. Ik zal een kleine poging wagen. Hoe is het mogelijk? Ik neem het op voor de Amerikanen. Nee, oké, ik ga een kleine poging wagen. Heel kort. Wat ik heb gemerkt is, Amerika is een heel hard land. Amerika is een oneerlijk land. Amerika is een land van winnaars, maar niet heel veel. En ook mensen die verliezen. En als je verliest in Amerika, verlies je niet zoals in Nederland, het land van de basispakketten. Als je in Amerika verliest, dan lig je onder een brug. Het is keihard. We hebben nauwelijks overheid, nauwelijks schoktempers. Als mensen 2 verkeerde keuzes maken, liggen ze onder een brug, bij wijze van spreken. Overdrijf een beetje. Er zijn veel mensen, daarnaast, dat zijn de echte verliezers. Dan zijn er mensen, vind ik, een grote groep, die geloofden in Amerika, maar die een beetje, laten we zeggen, the American dream doesn't work for them. En ze zijn erachter. Ze zijn hun baan verloren, ze hebben een nieuwe baan, maar die is veel minder dan die oude baan, want die oude baan is naar China, en dat was een echte baan voor witte mannen zonder veel te veel opleiding. Die baan hebben ze niet meer. Dat is bijvoorbeeld Pennsylvania, maar dat is ook Michigan en Wisconsin en al die staten. En die mensen die voelen zich een beetje bekocht, als het ware, door Amerika zelf. En dan komt er een man langs en die zegt, I'm going to fix all of this.
Nou, maakt niet uit of hij het waar kan maken. Dat maakt niet uit in de politiek. Het gaat er gewoon om dat hij kan zeggen, als een soort man met een pak, met 2 miljard op zijn bankrekening, hij kan zeggen, I'm gonna fix this. En weet je, ik ga het doen door 1 grote bulldozer er doorheen te halen. I'm gonna burn the place down. Ze willen gewoon dat hij hen daaruit trekt, als het ware. En doorheen trekt, als het ware.